Ewamootje. Ewa. Ewamootje. Ewa. Ewamootje. Wat kom je stoer doen als sukkel? Ewa, kijk naar mij, ik ben zakelijk. Zakelijk? Broer, enige zaak die ik aan jou kan linken, zaak die failliet is gegaan. Ewa, waarom moet je zo doen? Zie je niks? Ah, broer, inderdaad, man, ik zie wel wat. Wat zie je dan? Wat zie je dan? Ik zie de toekomst. Schoolo, je ziet toekomst. Welke toekomst? Wat staat erin? Ik zie dat jij deze vuist in jouw gezicht krijgt, die komt achter jouw hoofd zo er weer uit. Weer dist die mij. Wat kom je opeens tjatjas doen hier als sukkel? Ik wou gewoon mijn nieuw t-shirt laten zien. Is een Gucci. Waar heb je die shirt vandaan? Gewoon in een winkel gekocht. Welke winkel? Gewoon hier in een winkel in Amsterdam. Welke winkel dan? Gewoon die bijenkorf en die PC hoofddoek. Wat zeg Wolla dan? Waarom moet ik Wolla zeggen? Wat zeg dan? Ik ga niet zomaar Wolla zeggen, dat mag niet. Heb je dat nooit geleerd? Jij was deze zomer toch in Marokko, of niet? Misschien. Wat misschien? Wat probeer je nog te ontkennen als sukkel? Die shirt komt gewoon uit Marokko. Echt niet? Ga lugnaar. Oké, misschien heb ik hem gekocht in Marokko. Maar dat betekent niet gelijk, hij komt ook uit Marokko. Dus misschien ingeport. Sukkel, wat probeer je? Wie probeer je te flashen? Die shirt, je hebt die gewoon uit Marokko, sukkel. Ik denk, ik ben dom. Mootje, luister. Ik heb hem gewoon gekocht op een markt in Marokko. Mark! Moedermarkt. Mootje, luister, is goed, luister. Kijk, die man, die zei als je geen naam maakt. Die t-shirt komt rechtstreeks uit de fabriek. Daarom is die wat goedkoper. Ben je eens een ezel of zo? Zo noem je mij ezel? Voilà, die man heeft jou geflashed, dat bladder. Zeg, Wolla? Natuurlijk! Al mijn vloes weg. Gero, boele, toch gaat die kopen? Was toch maar 3-4 euro, fuck it. Ik heb wel meer betaald, man. Ik dacht, hij is echt, je weet toch? Allee, je bent echt. Hoeveel heb je betaald? Luister, mootje. Die man zei 1800 dirham. Maar je weet toch, daar ging ik niet mee akkoord. Ik ben is een zaakman. Ik zei 900 dirham. En toen zei hij meteen ja. Dus ik heb die is een deal gezet. Daarom gewoon 900 dirham. Je hebt 900... Dat is 90 euro, sukkel. Je hebt 90 euro betaald voor een neppe shirtje. Zeg, Wolla, ik heb 90 euro betaald. Je hebt 90 euro betaald. Dat mag gewoon. Oh, waarom doe ik dit? Ik heb niet eens een jas. Je bent echt de grootste. Laat die label zien. Waar staat Louis Vuitton op die label? Zeg, Wolla, is Louis Vuitton? Misschien is Louis Vuitton FT Gucci? Wat die rappers ook doen, samenwerking? FT, je moer, niks FT. Je bent geflashed. Je bent echt de grootste sukkel die ik ken. Wat moet ik nou doen met deze shirt? Weet ik veel. Zet maar op Marktplaats. Zijn genoeg dommer zoals jij. Zeg, Wolla, er zijn mensen dommer als mij. Niet dommer. Maar misschien bijna net zo dom als je geluk hebt. What's up, hè? Dat is goed. Ik ga meteen op Marktplaats zetten. Doe maar. Zet maar ook gelijk jezelf op Marktplaats. Wil je eens een t-shirt winnen? Ga dan naar mijn Instagram en antwoord op de vraag onder de laatste foto. Of wil je vorige sketch zien? Klik ze moer op de scherm.